Zijn foto heeft een prominent plekje gekregen in het clubhuis van watersportvereniging Drimmelen. Sinds 2007 wordt Hans Horrevoets hier herdacht met een zeilwedstrijd die naar hem is vernoemd. Na de 5 jaar vinden wij het toch... de scherpe kantjes zijn er een beetje af. We kunnen goed merken dat we in de loop van de 5 jaar ten opzichte van de eerste keer en nu dat het allemaal wat gewoner wordt. Dat je er wel makkelijker mee om kan gaan. Voor de wedstrijd wordt altijd een filmpje getoond van Hans Horrevoets. Maar de organisatie heeft besloten om dat volgend jaar niet meer te doen. Je kan ook niet over 15 jaar nog zo'n filmpje draaien, denken wij. Dus we hebben gezegd, 5 jaar is een mooie gelegenheid om dat af te sluiten. En voor de rest hopen we dat de jarenlang nog dezelfde wedstrijd gewaren blijft worden. In het begin deden vooral zeilvrienden van Hans Horrevoets mee aan deze zeilwedstrijd. Maar dat is door de jaren heen ook veranderd. De Memorial Race zal in de toekomst daarom meer een wedstrijd zijn dan een herdenking. Maar omdat de naam van Hans Horrevoets altijd aan de zeilwedstrijd verbonden zal blijven, zal hij nooit worden vergeten.